Zoals jullie allemaal weten, heb ik ook mijn opleiding hier gehad in Antwerpen. Ik heb mijn carrière mogen beginnen, wat heel eer was voor mij. En na al die jaren ben ik eindelijk weer thuis gekomen. Ik weet dat uit ervaring, ik heb bij andere clubs gezeten, ik ben in het buitenland gezeten. Van de tegenstander. Vorig jaar heeft Björn de Schiedam gedaan. Ik ben dit jaar aanvoerder van de Royal Antwerp Voetbalclub. Maar in principe is het belangrijkste is de ploeg dat hier staat. Wij hebben de voorbije weken heel hard, heel goed getraind. Wij beloven van onze kant dat wij elke wedstrijd, elke minuut, elke seconde 110% gaan geven. Wij gaan er alles aan doen om er een heel mooi seizoen van te maken. Maar dit alles is niet mogelijk zonder jullie steun. Dus als naam van de groep hopen wij dat wij zaterdag kunnen begroten. Hopelijk met 10.000 man. Dat we die kinderen in deze kliniek een mooie dag mogen geven. En we zullen beginnen met zaterdag de drie punten pakken en zien waar we eindigen.